Als we op vakantie zijn, gaat Aukje tijdens een bos- of strandwandeling stevast op zoek naar stenen in de vorm van een hart. In en rondom ons huis vind je ook overal hartvormige stenen die door de wind en de zee, door de natuur gevormd zijn. Elke steen is uniek en heeft zijn eigen verhaal. Bovendien herinnert elke steen mij aan de liefde van God en Aukje haar hart te wensen. In Spreuken 23 zegt God, geef mij je hart. Met andere woorden, God is een echte hartenjager. En of je nou een klein hart hebt of een groot hart, God zegt, ik wil het. Of je je hart op de tong draagt of dat je hart misschien in je schoenen gezonken is, God zegt, ik wil het. En of je nou een gouden hart hebt of een hart van steen, God zegt, ik wil het. Geef mij jouw hart. Hoe mooi is het dat God dan zegt in Ezechiël 36, vers 26. Ik zal je een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Je hart, dat is de plek waar God jou wil ontmoeten. Het is de plek waar je denkt, overlegt en beslissingen neemt en waar al je hartenwensen liggen opgeslagen. Je hart, dat ben jij. En God wil jou helemaal. Hij heeft zijn hart op jou gezet. En hij zal zijn uiterste best doen om jouw hart te veroveren. En de vraag is, wil jij jouw hart aan hem geven? Zodat hij je hart kan vullen met bovennatuurlijke liefde. Met vrede die alle verstand te boven gaat en een blijdschap die de wereld niet kent. Er is maar één ding nodig. Je hart openen en zeggen, Vader in de hemel, ik leg mijn hart, mijn leven in uw hand. Het is het mooiste wat je in je leven kan overkomen.